HKA-gebouw is denk ik om een aantal redenen een heel erg interessant project. In de eerste plaats omdat het project is dat voortgekomen uit een initiatief om het idee om cycli te sluiten, om handen en voeten te geven. Dus er is gekeken in Rotterdam naar waar bouwelementen, bouwdelen, materialen zijn die je zeg maar zou kunnen hergebruiken in dit gebouw. Daar is ook een heel systeem voor ontwikkeld. Dus in die zin vind ik het echt een heel erg interessant project. Er wordt veel gesproken over het sluiten van kringloop en dit is voor het eerst eens een experiment om dat te doen. Het HKA-gebouw is denk ik ook om een tweede reden interessant. Er is een bevlogen opdrachtgever, Vestia, de corporatie. En die stelt zich echt op het standpunt van laten we gewoon wat dingen doen en kijken wat er gebeurt en die experimenteren. Dat is ontzettend goed. Het HKA-gebouw is denk ik ook nog een derde reden interessant, want de exploitant is iemand die heel erg op een heel erg vernieuwende manier nadenkt over de manier waarop je een dergelijk stuk vastgoed zou kunnen ontwikkelen. En tenslotte is denk ik het HKA-gebouw op een ontzettend interessante manier vormgegeven. Er zitten hele mooie elementen in. Er is onder andere de muur die het auditorium scheidt van de tentoonstellingsruimte. Die is gemaakt van hergebruikte stukken textiel, kleding. Die gewassen is en die op een ontzettend interessante en mooie manier is gemaakt tot een kunstwerk. En op allerlei andere manieren is ook zeg maar met het aanbod wat de ontwerpers hadden aan het hergebruikmateriaal en ongelooflijk interessant interieur gemaakt.